Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Roberta. En ik kon het even niet laten, maar ik had de vorige les nog op mijn bord staan. En die ga ik nu even gebruiken voor het stukje activeringsenergie. Zorg dat je endotherm, exotherm ook even gekeken hebt. Dat is de vorige video die ik geüpload heb. Maar activeringsenergie is ook wel een aparte. Namelijk, als je gaat kijken, benzine heeft veel meer inwendige energie dan CO2 en H2O. En normaal zou je denken van, nou, god, dan zal benzine dus automatisch uit elkaar vallen in CO2 en H2O. Maar dat is niet het geval. Want benzine, en ik heb hier maar heel even octaan getekend, want het gaat veel makkelijker. Benzine bestaat uit een hele hoop atomen met een hele hoop bindingen. En dat zit allemaal gewoon lekker goed stevig vast. En omdat het allemaal goed stevig vast zit aan elkaar, gaat het niet zomaar los. En denk je van, nou, dan gaat het niet zomaar los, prima. Maar dat is dus nu precies wat activeringsenergie doet. Namelijk, als ik een reactie wil opstarten, dan moet ik er vaak eerst eventjes een hoop energie in stoppen, zodat deze bindingen ineens gedeeltelijk losgaan. En dat die bindingen ineens willen gaan reageren met bijvoorbeeld aanwezige, nou ja, zuurstof, waar natuurlijk ook deze bindingen van kapot moeten gaan. En pas als we dat voor elkaar hebben gekregen, dan, hop, krijgen we onze reactie. En dat is eigenlijk wat je hier kan zien. Dit stukje omhoog wordt dan ook wel de activeringsenergie genoemd. En ik ben gewend hem op te schrijven als E met een kleine letter A. Maar je mag natuurlijk ook gewoon activeringsenergie in één keer opschrijven. Goed, dit was een extreem korte videoles over wat activeringsenergie nu eigenlijk is. Eigenlijk de vraag, waarom starten dus reacties niet of soms niet zomaar spontaan? En de meeste reacties doen dat. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.